Je raadt het al, dit gaat natuurlijk over carnaval. We bekijken de trends voor 2010, maar eerst nemen we een duik in de geschiedenis van carnaval. Ruud Dame, schrijver van het jubileumboek 4x11 Kruikenstad over het carnaval in Tilburg, weet hier alles van. Bijvoorbeeld, waarom verkleden we ons eigenlijk? Om te laten zien dat we allemaal gelijk zijn met carnaval. Niet één is er meer als de ander. En wat waren vroeger de trends met carnaval? Men trok een boerenkiel aan. Een blauwe boerenkiel. En hoe gaat u zelf verkleed met carnaval? Uiteraard de boerenkiel. De kiel was vroeger in, maar wat zijn nu de trends voor 2010? Wat zijn de trends van dit jaar? De trends van dit jaar is de paletjes, de paletjurkjes, de colbertjes van de mannen. We hebben ook heel veel pakken voor de mannen, ook echt heel leuk. En daar heb je ook hoedjes bij en zo. En ja, je kunt er eventueel nog schoenen bij doen, gouden zilveren schoenen, ook heel leuk. En Michael Jackson natuurlijk, om niet te vergeten, dat is ook heel leuk. En de New Kids on the Block, ook heel leuk. We hebben pruiken bij en zo, dus echt heel leuk. Dit is eigenlijk de nieuwe trend van dit jaar. Ik zie dat je geslaagd bent voor carnavalskleding. Wat heb je gekocht? Nou, ik heb een Tiroler pak gekocht. Ja, ik vond hem wel leuk met pruiken bij. Dus dat wordt hij dit jaar. Wat je ook aantrekt, hang je de beest uit of gedraag je als een prinses? Met carnaval laat iedereen zijn ware gezicht zien.